Welkom Gaming Dutchman, Rocco, Modern Warfare 3, Free for All Action, let's go! Juist, dat is het intro. En in één keer goed ook nog. Hallo allemaal, dit is nog wat Modern Warfare 3 gameplay. Waarom? Omdat ik daar zin in had. Dit is in de mode Free for All. Ik ben aan het experimenteren met wat verschillende tactieken om mijn spel te verbeteren. En de Assault Class aan het uitproberen. En dus oefenen om killstreaks te verdienen. En overal mijn kill-death ratio te verbeteren. Dat is een soort van verhouding tussen je deaths en je kills. Wat voor de meeste mensen een beetje aanduidt hoe goed je bent. Maar goed. Daarnaast wil ik mijn speelervaring een beetje gevarieerd houden. Dus ik ben bezig met drugs met perks te levelen. Daarom zie je in deze replay af en toe dat ik op willekeurige rondliggende mijnen loop te schieten. En ik merk nu dat ik fout die perk genoteerd heb in mijn aantekeningen van wat ik wou bespreken. Ha! Maar de perk komt er eigenlijk op neer dat je vijandelijke, claymores en mijnen en dergelijke van de vijand ziet. Zodat je ermee af kan handelen en er niet rechtstreeks inloopt. Zo. Goed. Over perks gesproken, hier is mijn loadout. Wat nu dus eigenlijk niet meer klopt voor het grootste deel. Maar goed. Wapen. Ik gebruik de P90. Wat is een submachine? Ik gebruik de P90, is een submachine gun met attachments proficiency. Wat betekent dat ik twee attachments eraan kan doen. Dat is helemaal goed van jou gedacht. Je hoeft geen extra perks er meer voor aan te verspillen. Want dat is precies natuurlijk wat je dacht. Want je kan gedachten lezen en shit. Maar goed, ik heb dus de red dot sight en de silencer. Over to my perks. Ik heb Extreme Condition Pro. Dat laat me langer sprinten. En de pro versie... Laat me sneller over obstakels klimmen. Ik heb de Assassin Pro perk. Waardoor ik niet te zien ben op UAV's, portable radars, thermal things en heartbeat sensors. En immuun ben voor CUAV. Wat dat ook betekent. En EMP's. En je ziet geen naam boven mijn personage als je op me richt. Wat erg van pas komt. En de laatste staat die fout genoteerd. Stalker Pro. Maar het is dus... ik werk aan de pro variant waar je dus de vijandelijke thingamajigs, mijnen en claymores ziet liggen. Omdat ik persoonlijk echt een... Er zijn een paar dingen waarop ik mijn perk, loadout en attachments heb gebaseerd. Ik wil namelijk niet te zien zijn op de map. En ik heb een hekel aan sterven aan random claymores die over de map zijn neergelegd. Dus doe ik het bij anderen. Toepasselijk genoeg is mijn lethal weapon, of tenminste throwaway ding... is een Bouncing Betty, zoals dat heet. Dat is een van mijn favoriete nieuwe dingen in Modern Warfare 3. Dat is namelijk een soort van mijn. Het doet wat je zou verwachten. Men loopt er overheen, boom. Maar het maakt een grappig... en explodeert letterlijk recht in je gezicht, want het springt omhoog voordat het explodeert. En dat is heel erg grappig. Goed, on the killstreak side. Ik gebruik dus de Assault Class, wat betekent dat ik kills moet scoren om mijn rewards te verdienen. Ik gebruik Predator Missile, die je bij 5 kills krijgt. Attack Helicopter bij, wat was het, 6 volgens mij? 6 of 7. En Strafe Run, wat een hele lijn helikopters is die eventjes de area komt cleanen, krijg je 2 kills na Attack Helicopter. Goed. Dan wil ik ook met jullie bespreken een paar tips die ik heb ontdekt als je Modern Warfare 3 hebt. Want wie tegenwoordig heeft hem niet, ik kan een paar mensen noemen, maar whatever. Tips om minder te sterven, het is allemaal vrij voor de hand liggend, maar toch. Wees niet op plekken die je wapen niet schikken. Ga bijvoorbeeld niet met submachine guns in grote open gebieden staan. Submachine guns, zoals iedereen weet, hebben een afschuwelijke range. Echt afschuwelijk. En het is... bijna niet te doen. Ook met mijn P90 probeer ik zoveel mogelijk dit soort gebieden te vermijden. Vooral met mijn silencer gaat de range al helemaal ten koste van. Ik heb de red dot sight om daar een beetje mee te compenseren. En ben nu voor een betere sight aan het grinden, om maar zo te zeggen. Met de fijne unlocks in Modern Warfare 3. En snipers, nou ja, tenzij je goed bent met quickscopen, ga niet in nauwe gangen. Tenzij je, je kan bij je secondary weapon kan je natuurlijk een machine gun gebruiken. En holy fuck, die zijn goed in Modern Warfare 3. Nou, net niet zo goed als in Modern Warfare 2, waar je gewoon, wat was het wapen? De Raptor of zo, ik heb geen idee. Het was een secondary weapon die je gewoon akimbo kon verdienen. En het maakte niet uit
waar je vijand op het scherm zat, hij werd geraakt. Het was echt belachelijk overpowered. En oh, de PC heb ik zoveel haat gekregen doordat ik dat gebruikte. Maar ja, tenzij je als sniper goed bent met quickscopen, probeer nauwe gangen te vermijden. En ik zeg niet dat je moet gaan campen. Ik zeg nog wel dat je over de map moet gaan bewegen. Want als je blijft campen, dan gaat men je uiteindelijk toch wel vinden. En men hoeft maar één predator missile op je gezicht te gooien of een sticky bij je neer te gooien. En you're done for. Dus campen, slecht. Niet doen. Even zien. En voor de rest, probeer zoveel mogelijk rugdekking te vinden in je omgeving. Ik heb gemerkt bij de verschillende maps dat het eigenlijk best wel makkelijk is om gewoon een obstakel te gebruiken als rugdekking. Zodat je niet rekening hoeft te houden met drie verschillende potentiële kanten waar je vijanden vandaan kunnen komen. Dus dat is wat ik me iedere keer nu probeer te bedenken van oké. Het gaat meestal wel wat sneller dan dit. Maar oké, ik zit hier. Vijanden kunnen van daar en daar komen. Ik kan één van die richtingen kan ik uitsluiten. Mits ik rugdekking ga zoeken bij dat gebied. Ik heb nog niet Call of Duty Elite gebruikt. Wat misschien nog verder kan helpen om die tactiek te ontwikkelen. Maar ja, ik heb geen zin om het te downloaden. En geen zorgen, het grootste deel is gratis. Dus daar zit ik niet zozeer mee. Maar... ik weet niet. Ik ben niet zo hardcore. Ik speel het uiteindelijk nog gewoon voor de lol. Weet je wel, dit soort video's zijn ook gewoon een fijne afleiding voor mij voor school. En ik hou ervan om ervaringen te delen. Vind ik gewoon leuk. En als laatste tip waarschijnlijk, pas je speelstijl aan op je perks. Ik heb al een tijdje gehad, een paar uur zat ik gewoon te spelen. En ik had Sleight of Hand Pro, maar ik... dat doe je sneller herladen overigens. Maar ik zou het veel liever met bijvoorbeeld Marathon Sprinter. Of hoe heet het ook alweer? Extreme Conditioning, dat was het. Waardoor je langer sprint. Want uiteindelijk ben ik gewoon liever van het snel bewegen over de map en niet gezien worden. Dan ergens goed dekking zoeken en herladen. Dus ja, dat zijn de tips die ik wel meekrijg. Meegeven. Haha. Ja, het is nog voor mij een hele andere manier om commentaar te geven op deze manier. En ik weet niet eens hoeveel tijd we nog hebben. Dus ja, het is allemaal nog een beetje wennen. Maar ik ga gewoon mijn mond houden voor de rest van deze video. De uiteindelijke score was volgens mij 30 kills en 8 deaths. En nog een paar assists. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Mijn naam is Rocco en I am out.